Vandaag ga ik verstoppertje spelen in dit mega grote politiebureau. Alleen doen we het net wat anders. Ja, we zijn echt super klein. Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want anders komen de kleine agenten jou straks ook nog aanhouden. Alright jongens, daar staan we in mijn politiepakje. Ik sta hier bij het grote politiebureau die gebouwd is door mijn kijkers. In een hele andere leuke video. Maar ik heb hier mijn 3 gevangenen. Jongens, het is tijd. Jullie worden naar het politiebureau geëscort. Zijn jullie er klaar voor, mijn kleine kinderen? Ja! Kinderen? Oh, Gerard, wat is er met je stem gebeurd? Ik ben verkouden. Robin is er ook, maar dan in Justin's skin. Waarom zeg je dat nou? Dit is Justin, maar dan klinkt hij als Robin. Yeah. Jongens, zijn jullie klaar om te verstoppen? Jullie zijn heel klein. Ik vind jullie eigenlijk heel schattig. Zou ik jullie zo gewoon op kunnen eten? Nee, ik blijf wel. Zijn jullie klaar om te verstoppen in het politiebureau? Ja. Ja? Ja? Ik ga. Ja, René is er trouwens ook. Dit is echt heel best wel een primeurtje. René is er ook gewoon bij. Het is een once in a lifetime experience. Veel plezier. Ga maar zoeken. Of ga maar verstoppen. Ik geef jullie gewoon tijd. Ik ga de poort achter jullie sluiten. Kom naar binnen. Dit is echt zo stom. Ik sluit de deur achter jullie. Jullie mogen niet naar buiten. Kijk, jullie kunnen hier doorheen springen, maar het mag niet. Oh. Ik geef jullie zo lang als jullie willen. En succes. Ik kom jullie zo op. Ja, Robbie gaat eraf nog. Ik wil graag een uur de tijd hebben. Jullie zijn net kleine miertjes die wegrennen met z'n allen. Succes. Ik heb een plek nodig. Ja, ik heb mijn plek wel gevonden. Ik heb mooi uitzicht. Oké, ik denk dat ik er ook eentje heb. Ik heb een betere plek gevonden, denk ik. Ja, ik ga hier zitten. Ik vind het heel obvious al in de beginkamer zitten eigenlijk, maar is daar geen goede plek? Oké, dan ga je wel even zitten. Ik ga gewoon lopen zo meteen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ik hoor dat ik mag. Je mag. Ik ga jullie kapot slaan. Ik heb een houten zwaardje bij me. Hebben jullie allemaal een leuk plekje gevonden? Of? Ja. Zeker. Ja? Was het moeilijk of? Ja. Ja, het was serieus moeilijk om een plekje te vinden. Ja, dat is wel. Jij kent alle plekjes natuurlijk al van andere video's. Ja, maar niet voor verstoppertje of zo, weet je. Dus ik ben benieuwd. Moet je ons alleen zien of ook echt hebben? Nee, ik moet jullie slaan. Ik moet jullie slaan. Daarom heb ik een houten zwaardje bij me. Ik hoor voetstapjes. Dat is heel eng. Wie is dat? Oh, ik zie iemand rennen. Wie is... Wat? Waar is hij? Kom hier! Nee, kom hier! Nee, ja, ik heb je! Ah, nee! Sowieso was jij aan het rondrennen. Ja, dat klopt, omdat je mijn cooldron bijna ging leegmaken. Oh, ik kom bij jou in de buurt, je zat in de cooldron. Oké, ik ga naar Marcel. Oh, waar is die? Ga jij, kom maar, gedetineerden. Kom mee. Oh, man. Ik breng je even naar je cel toe. Zo, je zit vast. Ik zal de rest brengen straks heb gevonden. Dat is goed. Succes. Je bent zo klein. Ja, ik heb je. Kom maar mee, gedetineerde. Ik breng je even naar je cel. Nee. Hier, kijk. Je krijgt het bovenste bed. Oh, mag ik denk het. Je mag het bovenste bed. Ga maar. Mag ik bij je zien? Dat is fijn. Ik wil even wel een prison fight zien. Zo, die knockback van jullie. Donk. Zo, maar dit is niet te doen. Dit is echt niet te doen. René, waar ben jij? Jij is tevoorschijn. Je hoort wat, hè? Oh, het zit zo dichtbij. Het komt ook dichterbij, zeker, het geluidje. Oh, oh nee! Oh. Kom hier! Kom hier! Waarom ben je zo snel? Kom hier! Waar ben je? Ik denk, je bent echt zo'n klein miertje. Waar ben je? Nee! Hoe ben je denk ik heel kwijt? Huh? Oh, je bent achter! Wat doe je? Oh, ik heb wel stress. Waarom kan ik je niet slaan? Zit je wel survival? Nee, ja. Stop eens met rondrennen. Ja, die heb ik je. Nee! Ik kan je gewoon niet raken. Oh, ja! Sorry. Oh, hè? Kom mee, gedetineerde. Ik breng je naar jezelf. Oké, jongens, omdat Robin als eerste is gevonden, betekent dat Robin de nieuwe agent gaat zijn. Robin, trek je nieuwe kleren aan. Ik zal klein worden en dan mag je me gaan zoeken. Yay! Ja, wat moet je nou, hè? Kleine? Hè? Pak iemand van je eigen lengte. En, ja. Nee, niet maar... Oh, hey. Ja, nu je toch even je staat te bemoeien met dit gesprek. Druk dan ook zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. We gaan voor die 4000 duimpjes omhoog. En abonneer ook eventjes. En laat ook eventjes weten waar wij nog meer verstoppertje moeten doen. En waar we nog meer door de kleine hallen kunnen rondrennen. Tegen die grote sukkels. Hè? Doei. Oké, mijn kleine onderdanen. We zijn er klaar voor. Ik heb niet mijn eigen hoofd. Ik heb een masker opgedaan. Je lijkt nog steeds op Justin. Ja... Maakt niet uit. Jij bent klein. Dus dat klopt. Ik neem hier de leiding. Ik zou zeggen...
ga verstoppen. Ja, dat is het doel van verstoppertje. Doei! Okay. Doei, jongens, let's go! Hebben jullie goede plekjes gezien, weet je? Was Robin het opgevallen net dat je in de grond, dat ik af en toe trapdoors in de grond had geplaatst? Ja, dat waren we allemaal opgevallen, maar... Ja, had ik al gevraagd aan hem of dat een makkelijke plek was. Zei hij, nee. Ja, ik heb namelijk één goeie. Kijk, René, die ga ik jou laten zien hier. Ja, ben je alweer kwijt. Nee, achter. Hier, kijk. Als ik hier, zo, en dan onder deze stergen, altijd op. Nee, we gaan niet samen. Nee. Dit is mijn plekje. Ja, ik heb denk ik wel een plek. Ik zit achter een monitor. Oké. In de cameraruimte. Daar heb ik niet eens achter gekeken, dus moet je nagaan. Ik ga in de wc zitten. Met een plek. Slim. En ik lig... ready? Ik denk het, ja. Ja, ready. Oké. Okay. Jullie zijn zover. Wij zijn verstopt en je zal ons nooit vinden, schavuit. Nee, dat denk ik ook niet, maar toch ga ik jullie zoeken. Toch ga je het proberen. En toch ga ik het proberen. Zag ik iemand? Ik zie echt spoken, denk ik. Ik probeer ook elke keer bij elke kamer inlopen, meteen ook achter me te kijken of jullie niet sneaky weer meteen eruit gaan. Nee, dat klopt. Nee, kom hier! Er is een deeg gevonden. Kom hier! Ik heb stress, help. Oh my god, ik ben echt aan het rennen van mijn leven. René is nog moeilijk, hè? René zegt, wat ik ook net, die is moeilijk. Ja, ik heb je! Ja, meekom jij in de handboeien. Hup, okay, lopen. Okay, hoi. Ik zie je niet. Oh. Hoi. Ja, daar ja. Doe eens iets. Slaan. Droontjes rijden uitslaan. Shift. Slaan rondrijden. Wegspringen, shift. Ik heb zo voel dat hij je ziet, Robin. Ja, maar dit... Ik zou niet weten vanuit waar hij... Ga eens iets terug. Nee, iets minder ver terug. Ja, ik zie je nu ook. Ah, man. Ik snap er geen reet van. Ga maar op zoek naar Rick, joh. Nee! Ik hoor deze klanten! Nee! Je moet me niet doodmaken! Oké, kom maar mee, meneer. Ja, hierheen, deze kant op. Je mag hier in cel nummer 3. Met uitzicht op de cel van de medegevangene. Die zit in. Waar nee, zit... die zit hier. Je hebt mijn plekje al gevonden, zelfs een keertje. Alleen je zag me gewoon niet. Ja, je ziet me zeker door een glitchblokje. Ja. Ah, man! Vanaf een bepaald punt kan ik je precies daar zien. Ja, maar dan kan je dus alsnog overal zijn. Nee, want het moet zeg maar nog steeds... Ik kan niet door muren heen kijken. Ik kan door een blokje. Maar ik kan niet door twee blokjes heen kijken. Ja. Daar zie ik echt heel lang. Nee, nu zie ik je niet meer. Ja. Nee. Nu niet. Nu zie ik je niet. Nu zie ik je wel. Nee. Huh? Zie je me nu? Nee. Nu niet. Nu zie ik je niet. Ja, nu weer wel. Dus aan welke kant van de kamer zit ik nou? Ik zie je. Nu. Ik zie je. Nu niet meer. Nu weer wel. Nu ook, ja. Nu ook. Nu niet. Nu wel. Nee, gewoon wel. Ik zie wel. Nou, wat is ik dit? Ik zie je. Ik zie je nog steeds. Ik zit in deze kamer. Ik kan er niet onder kijken met mijn hoofd. Maar waar ben ik? Man. Je hebt twee keer hier in deze ruimte gekeken. Oh mijn god, gast. Als je daar in dat hoekje zit, kan ik precies hier door dit blok heen kijken. Oh, man. Ik gewoon dit hoekje. Oh, dit is zo meekomen. Ik loop met je mee. Ben ik alleen? Hallo. Hey. Hoi. Je bent niet alleen. Nee. Oh, René is hier ook. Waar kom jij vandaan? Ik zat hierin. Oh, je was er gewoon ineens. Maar dat betekent nu dat René moet gaan zoeken. Oh, god. Jij bent als eerste gevonden. Dus jij moet gaan zoeken. Nou, jongens. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Zeker. Jongens, gaan we een goede plek vinden? Opgejaagd te worden door mij. Ik ben wel intimiderend om... Het is echt best wel eng als ze boven. Wie is hier de grootste? Het is best wel eng. Zeg dit de hand. Kom dan. Kom dan. Jij ziet er zo stom uit. Je hebt je punten wezen. Je mag nu gaan verstoppen. Ja, ik ben zo groot als een punt. Doei. Oké, doei. Nou, doei René. Okay. Succes. Hoe is dit, Max? Dit is, ja, op zich, je ziet je wel. Als de smoke niet is, zie je, weet je. Maar dan moet, ja, dat ziet ze gewoon waarschijnlijk. Alleen die smoke is wel goed, hoor. Oh. Dat is deze bloempot. Waar? Met welke? Deze. Oh mijn god, ja, dat is goed. Alleen zij is wel groot, dus moet je wel geshift blijven. Als je erachter zit, weet je. Erin werkt niet, denk ik. Ik denk dat je erachter moet. Oké.
gaan een walnut doen. Wat ga je doen? Ik ga achter een broeimset staan. Zo, die was zo goed in mijn gevangenis video. Echt goed. Was dit zo slim op die plek. Nee. Dat is zo slim om daar te doen. Ja, die dingen heb ik zelf verplaatst. Ik ga gewoon achter een augurkje zitten. Ik ga het gewoon doen. Augurkje. Ik zit achter een augurkje zitten. Oh, ik heb hem gesloopt. Ik ben er niet. Ik ben nu perfect. Ready? Jullie zitten niet hier erg op, denk ik. Nee. Ja. Die hoort het al en die denkt dat hij er wel zit. Nee. Je zit hier ergens. Denk ik. Ik weet het niet. Nee. Ik heb ook geen idee waar ik moet gaan zoeken. Want ja. Zit hier niet. Oké, nou dan geloof ik. Oh, ja, dat gegiegel. Jullie hebben we sowieso gezien. Nee, ik heb je nog niet gezien. Hoe kan je hier verstoppen? Je zit achter die bloempot. Ja! Oh, nee. Dat schreeuwtje, wat mooi. Oh, nou, nee, nice. Ik ging naar een ander tabblad. Ik ben zo'n Oompa Loompa. Nou ja, top. Dan mag je zit achter de bloempot of zo. Ja, ik snap dat echt niet. Ik ga wel eens naar twee. Ja, is goed. Ik vind het moeilijk zoeken. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Je hoeft ook niet te zeggen, je moet zoeken. Oh, daar ben je. Nee. Ik kan er niet bij. Ga weg. Ga weg, nee. Oké, ik geef je tip aan Rikkes als je mij op de rug laat. Nee. Okay. Rik zit bij de toilet op deze verdieping. Nee, hey, Max, dit kan je niet. Laat me met rust. Ik vertrouw het niet. Jawel, daar zit Rik. Waar zit jouw hitbox? Nee. Oh, ik... Nee, dat doe je mijn ding. Huh? Wat gebeurde daar nou? Je zag iemand twee voorbij rennen. Ben ik weg? Wat de ben ik ontsnapt? Er zat een schilderij die ineens weg is ofzo. Oh mijn god, ik ben ontsnapt. Je bent ontsnapt. Je bent echt... Ik ben ontsnapt. Oh. Robin. Oké. Okay. Huh? Hey! Ik heb bezoek! Ja. Oh. Hey, hoe is het hier? Dan gaan we er gelijk heen. Ah, nee, ik wilde bezoek. Dit had je nou niet moeten doen. Waar ben je nou? Een beetje weer kwijt. Oh ja, hier. Hey Max. Hey, kom terug. Hey Robin. Hey. Ik kan je niet raken. Ik heb je zo vaak geslagen. Ik ben te snel. Je bent kom je nog klein. Terug? Oh. Help je hier. Kom je niet doorheen. Doei. Oh shit. Oh my god. Dag. Oh, je hebt hier trap. Maar ik ben zo klein. Zit je hier? Nee! Ik kan je langer nog zien! Nee, ik ben je weer kwijt, kut. Mag ik wel je handje vasthouden door de tralies? Ja, tuurlijk mag dat, Robin. Ja, fijn, dankjewel. Oh, dan ben ik jullie allebei kwijtgeraakt. Oh. Welke stel zit je dan? Ik zie Robin nu. Ja, ik ook. Robin, oh, ik zie Max natuurlijk. Ja, maar ik weet niet waar de cellen zijn. Ik ga op bed zitten. Welke stel zitten jullie? Oh. Ik zie Robin. We weten wat hij doet? Nee, ik zie hem. Hij springt op bed. Hij springt op bed. Waar zit hij nou? Oh! Nou, dan mag je gelijk blijven. Oh nee, daar zit hij geen deur. Ik ga maar bij Rick. Robin. Rick is omhoog rennen. Rick, hoe zweet jouw handen nu? Hoe erg? Heel erg. Nu niet meer. Nu zijn ze redelijk kalm. Oh ja, dus als ik hier ben, dan zweet ze wel weer. Ik weet even... Nee! Ik zag jou ineens. Ik zat rond te kijken. Nou, kom maar mee. Oké. Okay. Was hier slecht. We moeten naar beneden. Ja. Mag je bij ons? Ja, mag ik ook wel bij jullie. Oké, okay, nou gaan we. Hallo jongens. Ik heb iedereen gevonden. Robin is versnapt. Oh. Nou ja, hij moet ook de politieagent zijn. Dus, nee, Rick is nu agent. Dus. Oh, Rick. Ja. Laten we doorgaan naar de volgende en de laatste ronde. Zijn jullie klaar, kleine minkukels? Wij zijn er klaar voor, Rick. Oké. Nou dan succes zou ik zeggen. En tot over 5 jongens, minuten. Ik heb een hele goede plek, oké? Jullie moeten goed luisteren naar Rick. Hij is gemute, oké. Dus wat nou als we gewoon alvast in cellen gaan zitten, dan gaat hij toch niet kijken. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Dat we gewoon in een cel gaan. Ja. Dat is een goeie, hè? Ik ga hier in de cauldron zitten. Maar die deur moet wel open blijven, toch? De deur moet dan wel open blijven. Oh, niet de deuren open, nu heeft hij het waarschijnlijk gehoord. Of niet? Staat hij te ver daarvoor? Ja, maar het kan natuurlijk elke deur zijn. Ja, oké. Okay. Dan ga ik in een cel zitten, oké? Ja, ga jij in deze en houden de deur open. En dan zou ik gewoon hier bijvoorbeeld achter of zo. Of daar in deze cooldron inderdaad of zo. Ja, perfect. Hier zit water in. Ja, ik zou dat doen. Welke ga jij, Robin? 1. Cel 1. Dan ga je het ontsnappen. Jij zit in cel 6. En cel 1 kan je ontsnappen. Dat is het voordeel. Ik ga achter deze fence zitten. Dan ga ik in cel met die hoofden. Daar gaat ook niet in gekeken worden, weet je. Ik ga op zo'n hoofd zitten. Ja, ik ben ready. Wacht. Ready. Hallo. Ik heb vertrouwen dat wij een goede plek hebben, Rick. Ik niet.
Dat jij ons ooit gaat vinden. Zitten jullie met z'n allen? Nee, maar we hebben toch gewoon allemaal zijn verstopt. Oh, oké. Ik weet waar iedereen zit. Ik kan alles zien vanaf hier. Dat moet ik wel zeggen. Ik zit helemaal bovenin. Voor de traptors. Oké. Zullen die jongens nog in een cauldron zijn gaan zitten? Ja, bijna elke cool. Oh nee. Janus. Nee. Zo, maar wat ben jij snel vanochtend? René is snel, hè? Huh, waar ben je? Ik ben René kwijt. Ik ben al twee keer over jou heen gelopen, Robin. Ja! Nee! Ja! Drie keer door die powerpainting heen. Ja, nu snap ik je. Oké, nou. Doei. Deuren. Je hoort deuren, man. Ja, ik zie Robin nu op het hoekje van de bank zitten. Ja. Jou niet, Rick. Nee. Ja, maar dat hoeft ook mij ook helemaal niet te zien. Gaat eronder dat ik jou zie. Oh, ik zie jou! Nee! Ja! Nee! Jammer! Robin, je bent verlinkt! Ja, klopt. Gaan we weer samen in bed spelen? Ja. Gaan we een hut bouwen? Ja. Oké, kom. Dan moet ik alleen Renie nog. Oh, ja, moeten wij helpen met René zoeken? Ja, we zijn graag. We zijn kan... kleine speurders, zijn wij. Ja, je gaat verraden worden, René. Oké. Nee. Hallo. Hallo, René. Wat? Nee, maar je gaat erbij staan. Jij gaat erbij staan, dat mag niet. Agent, ze is hier binnen. Nee, oh my god. Deze kamer. Ja, hoi René. Hier achter. Oh, hier achter. Ja, maar dat kan ik nog niet. Wacht maar, ik help haar even. Nou, dankjewel. Hallo. Oh. Je kon geen kant op. Oh, ik zeg hier zitten. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. We hebben hier een piramide gemaakt van grootte. Dus eigenlijk moeten we even onze budget shiften. Maken we de wave. Begint. Robin. Wat? Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En reageer eventjes. Pindakaas in de reacties, inderdaad. En dan nu, kijk lekker deze video, want dit is Verstoppertje, maar dan in een gevangenis in plaats van in het politiebureau. Dus vond je Verstoppertje nou zo leuk, moet je gewoon even deze video kijken. En dan gewoon liken en abonneren. Gewoon alles eventjes doen. En dan nu spreek je later graag. Zwaar Telt 4, Flesje Bier. Tot de volgende keer.